Wij staan hier in Arnhem en ik ben hier vandaag met onze collega Edwin. Hallo Edwin. Hi. Wat gaan we vandaag doen? We gaan graffiti maken. Woehoe! Ik vroeg Edwin een aantal weken geleden wat we graag wilden doen. En dat was graffiti workshop. Dus hier gaan we. Let's go! Edwin maakt een beer. Ik hou het op letters, denk ik. Eigenlijk gewoon weten van, joh, waar kom je vandaan? Hoe ben je opgegroeid? Vertel eens eventjes iets over jezelf. Ja, oké. Ik ben hier vlakbij opgegroeid. In Doesburg. Waar ligt het? Ligt een kilometer of 10 hier vandaan. Van Arnhem. Ja. En natuurlijk kwam je natuurlijk vaak stappen. En, is je een feestbeest? Ja, nou ja. wie niet? Wie niet? Wie niet? Sinds kort woon ik hier ook. En dat bevalt me hartstikke goed. Ja? En waar heb jij gestudeerd? Hier dan ook? Nee, ik in de Achterhoek. In de Achterhoek? Ja, gestudeerd noem ik dat niet, hè. Wat? Je hebt daar geen hogeschool, hè. Oké, wat heb je dan gedaan? De MTS in Doetinchem. Dus technische school. Ja, dat is toch gewoon studeren? Ja, ik vind dat niet echt studeren. Oh, oké. Daarna moest ik in militaire dienst. Ik was een van de weinigen nog die in dienst moest. Oké. Dus een van de laatste lichtingen. Wat heb je gedaan? Dat was een jaar. Oké. Ja. En toen je terugkwam? Toen ik terugkwam, toen ben ik gaan werken. Ja, eerst. Wat voor branche? Of? Ja, eerst een aantal baantjes gehad. Verschillende baantjes, logistiek medewerken. Later ben ik via bij de gemeente gekomen. En daar heb ik eerst echt mijn vaste contract gehad. Dat was Duiven, in de gemeente Duiven was dat. Ik heb heel lang bij mijn vorige werkgever gezeten. Ja. Daar ben ik 20 jaar gezeten. Dat was bij. Gemeente Bronckhorst. En daarvoor heb ik wel een aantal gemeentes gehad, ja. Hoe gaat het? Ja, ik denk wel leuk, hè? Ja. Dat is gewoon de kou, hè? Ik ben niet aan het... lege bus. Hoe ziet jouw week eruit? Waar ja. Zit je bij welke gemeente zit je nu? Ik zit bij twee gemeentes nu. Dus gemeente Bokstel en Sint-Michielsgestel. Ja, en daar beoordeel ik gewoon plannen. Met betrekking nu vooral op woningbouw. Ja. Dat doe ik voor beide gemeentes. Dus je hebt te maken met twee besturen. Verschillende beleidsvisies. Verschillende raden die overal iets van vinden. Dus dat is allemaal, kan best complex zijn soms. Maar het is wel leuk. Ja. Ik vind het wel een uitdaging. En vooral als dan ook dingen van de grond komen, weet je wel. Dus ja. als de Michielsgestel is wat meer op het platteland gericht. Wat meer vrijstaande woningen. En Bokstel heeft eigen station, iets meer bedrijvigheid. Dan krijg je toch een andere sociale samenstelling, zeg maar. Heb je daar ook voor gekozen om bij twee gemeenten te gaan zitten? Nee, die twee gemeentes die hebben dan wel een samenwerkingsverband als een soort overkoepelende orgaan. Ja. Want het was ooit een idee dat ze samen zouden gaan. Maar ja, heilige huisjes. Ja. En dan uiteindelijk is dat niet van de grond gekomen. Ja, waarom, dat weet ik ook niet, maar de voornaamste reden was dat ik in Bokstel geboren ben. Okay, ja, dus ik vond het wel leuk om even terug naar de roots. Ja. 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 Ik had net aan dat je 20 jaar lang bij een en dezelfde werkgever hebt gezeten. Dus ik heb de overstap gemaakt naar deze serie. Ja. Wat is daar de reden van geweest? Freek. Freek? Nee, grapje. Nee, ik... de belangrijkste reden waarom ik ben weggegaan, want dat is eigenlijk wel even goeie, is dat ik vind, maar dat is algemeen wel, dat er gewoon heel weinig rekening wordt gehouden met werknemers die wat langer bij een gemeente zijn, die gewoon door de wol geverfd zijn, veel ervaring hebben. Daar, op een gegeven moment loop je tegen een muur. Je kan daar niet meer, je wordt ook niet meer gewaardeerd of zo op de een of andere manier. Ook op financieel vlak. Er is heel weinig mogelijkheid om door te kunnen groeien. En dat miste ik gewoon op een gegeven moment. Ja. Er wordt wel van je verwacht dat je overal meedoet, hè, binnen zo'n gemeentelijke organisatie. Maar echt de waardering ook op financieel vlak, dan blijft gewoon achter. Ja. Dus dat is een van de belangrijkste redenen. En ik had het op een gegeven moment na 20 jaar wel gezien. Ja. Ja. Hoe ik dat schilder ervaar. Ja, dat was wel een hele opluchting eigenlijk. Ja, want ik vond het best wel spannend, zo'n overstap na 20 jaar. En het valt me echt reuze mee eigenlijk. Nee.
Nee, het is zus. Nee, ik ben hartstikke blij met die overstap. Ja. Ja, ik had achteraf veel eerder moeten doen. Maar ja, dat weet je pas achteraf. Ja, ja. Nee, ik ben heel blij met deze club ook. Leuke mensen. Dus nee, ik ben echt tevreden. Ja. Ja. Je haar helemaal goed. Dat maakt mij niks uit. Vind ik nog steeds leuk. Ja. Wat zijn jouw hobby's? Nou, weet je, ik heb een brede interesse. Mijn hobby's, dat varieert gewoon. Weet je, de ene keer kan ik opgaan bijvoorbeeld in gamen. Of wat ik ook heel lang gedaan heb is, dat begon eigenlijk mijn dochter, die wilde een BMX fiets. Ja. En toen heb ik een keer goedkoop ergens een BMX'je op de kop getikt, opgeknapt. Ja. Heel vet gemaakt, was heel blij mee. En die ben ik later heb ik die weer verkocht. En ik denk, ja, op zich wel lucratief. Toen ben ik een hele poos fietsen gaan. Ik kan opknappen. Ja, dat begon met BMX en later werd het racefietsen en mountainbikes en alles. Dus dat heb ik een poosje gedaan. Ja, ik heb heel veel hobby's gehad. Ik heb jarenlang gevoetbald, dat was natuurlijk mijn hobby en mijn sporten. Ja. Ik wielren af en toe nog wel eens, maar dan wel met 18 graden en, of warmer. Ja, als het zonnetje schijnt in het terras, ja, heb dit, je met je fietsie aan. Dit is geen weer voor mij. Nee. Tekenen vind ik ook hartstikke leuk. Ik schilder nog af en toe wel eens. Ik ben nu bezig met een geboortekaartje voor iemand te tekenen. Dus ja, dat is wel speciaal. Kijk in Arnhem in ons nieuw kantoor ook zo'n muurschildering tekenen? Misschien wel, ja, weet ik niet. Ja. Nou, ik zal het in gedachten houden. Wat staat er nog op je bucketlist? Mijn bucketlist? Ik heb geen bucketlist. Nee? Nee, ik neem het leven gewoon zoals het is. Wat zijn je levensmotto? Go with the flow. Ja, gewoon niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk, nee. Ja, wat me opvalt is, mensen hebben tegenwoordig allemaal lange tenen. Je kan niks meer zeggen. En ik denk van ja, doe gewoon wat relaxter, man. Wie of wat inspireert jou? Wie of wat inspireert mij? Je moet zeggen dat het makkelijk inspireren worden, hè? Kijk, straatartiesten bijvoorbeeld, die inspireren mij. Dus wel, ik vind het gewoon super knap hoe ze dat maken. Ik ben gewoon benieuwd naar de technieken. Gewoon mensen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Ja, die gewoon iets kunnen, weet je wel. Waarvan ik denk van wow, dat is vet, weet je wel. Dat kan me wel inspireren, ja. Ja. Wat